Ongeveer 70 damherten zijn bij de waterleidingduinen afgeschoten en daarna overgebracht naar een Amsterdamse wildhandel in West. Daar hangen ze een week in de rijpcel om zachter van smaak te worden. Vervolgens wordt het hert gevild. Van het vlees wordt uiteindelijk dus gehakt gemaakt. Ja, je kan eigenlijk alle kanten natuurlijk op met het vlees. En we hebben in overleg met de voedselbank gezegd, laten we het in het begin een product doen wat ook makkelijk te bereiden is, zodat het toegankelijk is. En gehakt is eigenlijk een toegankelijk product. Als gehakt worden de herten vervoerd naar het distributiecentrum van de voedselbank in West. Vanuit Waternet kwam het initiatief om een deel van het damhertenvlees aan de voedselbank te doneren. En dat wordt met open armen ontvangen. Zeker, we zijn blij met alles wat we krijgen. En zeker een product als vlees, dat is schaars en voedzaam. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Nu de eerste 90 gezinnen. Maar in het najaar kunnen nog veel meer klanten van de voedselbank het hertenvlees op het menu verwachten. Verwachting is dat het dan veel grotere hoeveelheden zullen zijn.